zo leuk om Toweltown weer te hebben gezien. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we bij Toweltown geweest en hebben we dus geleerd over de Black Mages en hebben we heel veel equipment weer kunnen kopen. Nou, zijn we erachter gekomen dat we achter competitie dus moeten komen om er daarvoor te zorgen dat we dus zeg maar naar richting Kuja kunnen gaan. We hebben heel veel nieuwe stuff kunnen kopen, dat ook nog eens een keer. Dus wat we gaan doen is, we gaan heel eventjes kijken wat we allemaal voor nieuwe stuff hebben. Sowieso, ja, jij bent van alles nog aan het leren, dus voor jou hebben we nog niks nieuws. Blindstona, hebben we een nieuwe god voor jou? Nee, helaas niet. Hebben we een nieuw hoofdding voor jou? Ook niet. Magic Armlet, die hebben we al geëquipt. Ik ga me nou toch niet vertellen dat jij niks kan leren, hè? Ik kan locomotion leren, dat is tenminste iets. Ik ben nog bezig met level up, dat is alleen maar gunstig. Jij bent daar nog allemaal mee bezig met van alles. Eventjes dus de nieuwe equipment. Nou, Optimize zouden we kunnen gebruiken, maar op dit moment raad ik dat eigenlijk niet aan. Waar leer jij locomotion? Oh, je bent die al aan het leren, oké. Okay. Dus, even kijken. Nee, je kan ook nog niks nieuws leren. Je hebt bijna miljonair geleerd, dat is alleen maar gunstig. Hebben we hier nog iets? Counter. Daar ben je nog aan het leren en die ben je nog aan het leren. Nou is het dus zeg maar, nou dat we al die nieuwe equipment hebben. Nou zijn er dus zeg maar verschillende dingen die... Happy encounter? Oké. Okay. De vraag van de dag. Oké. Ik ben niet zo goed in deze questions. De 15e Limburgse Limblum oorlog was in... Ja? Ik weet het niet. True? Stoot hij gewoon tegen mijn baan. Zal wel goed zijn? Nee, ah. Nou ja, op zich maakt het niet zoveel uit. Je krijgt alleen maar chill van hun, of wel geld. Maar op zich maakt het niet echt zoveel uit als je dus zeg maar een keertje een fout antwoord geeft. Nou ja, maakt niet echt uit. Maar er is dus nog een ander happy muziekje dat we dus aan het zoeken zijn. En dat geeft ons een enorme HP boost. Maar die vinden we niet in de bossen, die vinden wij op het platteland. Dus ik ga er heel eventjes naar zoeken. Dus ja, mocht hem tegenkomen, dan zien jullie dat... Nou, ik had gehoopt dat het nou al gelijk was. Maar mocht ik hem tegenkomen, dan zien jullie dat meteen. Om heel eventjes nou het een en ander trouwens nog te, op te schieten. De Gladius die wij dus zeg maar hier hebben, die zorgt voor Annoy. Annoy is best wel lastig om te leren aangezien dat onze aanval daarmee lager wordt. En ik zou dolgraag eigenlijk de Rune Tooth willen equippen. Maar ja, deze die leert ook Lucky 7. En aangezien dat we een AP boost gaan krijgen, is het wel handig om die zo snel mogelijk eigenlijk te equippen. Oh jongens, een nieuwe vijand. Dit is de Cactuar. Cactuar die is heel erg gevaarlijk, omdat die kan een hele gevaarlijke aanval doen. En die houdt nogal van confusion te doen. Wat je bij de Cactuar wil doen, is je wil wachten totdat hij groot wordt voordat je hem aanvalt. Val je hem aan op een klein stipje, krijg je het probleem dat hij een hele sterke aanval doet, genaamd 1000 naalden. 1000 naalden, wat dat zal doen, is dus zeg maar 1000 schade doen, standaard. Dit is een aanval die te leren is voor onze Avier. Dus op het moment dat hij niet zeg maar boven de grond is, wil je hem niet aanvallen. Wees dus heel voorzichtig met dit beest. Oké, we moeten wachten totdat hij dus zeg maar weer kan eten. Alsjeblieft zie dat niet als een... Oké. Hopelijk gaat hij het niet doen op Avier. Confusion zorgt ervoor dat hij dus zeg maar aangevallen kan worden. Heel gelukkig mis, maar dan krijg je de counter. Oh boy, Phoenix Down. 1000 schade, dat doet pijn, dat doet pijn. Oké, nou doe even je appearance. Oh, dit beest is zo gevaarlijk. Maar je wil zijn aanval zeker leren. Je wil zijn 1000 needles in dit punt zeker halen. Oké, nu. En nu. Ik weet niet precies hoeveel HP dat beest heeft. Ik kan hem scannen. Dus kunnen we even kijken of we hem nog een keer kunnen aanvallen. Healen heeft trouwens op dit moment geen nut, want als hij je aanvalt, valt hij je toch al, of ja, dan zal je toch 1000 schade krijgen. De enige die dit kan overleven op dit moment is Zepi. Dus ik ga even kijken hoeveel HP dat hij heeft met scan. Hij is level 30. Hij heeft nog 828 HP. En hij is zwak tegen vuur. Oké, dus dan kan ik dus zeg maar met de Black Mage aanvallen en met... Oh boy.
Remedy. Hij is al dood. Of niet? Ja, hij is dood. Maar hij count het sowieso, zeg maar, met 1000 needles. Dus ook al is hij, heeft hij geen HP meer, hij zal altijd counteren met dat soort aanvallen. Ook al is hij dood, het is namelijk zijn counter. Dus het is een heel gevaarlijk beest. Maar dat is zeker een aanval die we zeker willen leren van hem. Maar goed, laten we kijken of we de friendly creature kunnen vinden. Want die wil ik zeker nou ontmoeten. En daar hebben we de 1000 needles geleerd. Yes! Happy memories, die zijn zo leuk, want dan weet je dat je hem gevonden hebt. En zeker als je niet in de bossen loopt, dan kom je hem toch wel weer eens tegen. Ja, zeker. Hier hebben we de friendly creature, wat leuk! De ladybug. Ik wil graag wat oor! Nou, dan zul je die zulke ook krijgen. Deze die vraagt in plaats van eentje, vraagt deze de twee. Dus zorg er wel voor dat je minimaal twee oors hebt en dan zal alles wel goed komen. Zeker handig om dat te weten dus. Hier, ik wil meer! Nou, sorry. Maar goed, hier heb je meer. De eekhoorntje was tenminste beleefd. Oké. Zeg tegen de Yeti dat ik hallo zei. Dankjewel. Dus ja, friendly creatures, het is een hele quest die er eigenlijk tussen zit. Maar je krijgt er zoveel AP voor. Zoals je ziet, maar kijk alles wat we nou hebben geleerd. Helaas hebben we dus nog niet Annoy geleerd. Maar omdat we dus 20 AP hebben gekregen, komt dat dus enorm dichterbij. Het is moeilijk om ze te vinden. Ik raad aan om deze te vinden op een grasveld. Die groene vlekjes, die cactuarbeesten, die met 1000 needles, die komen op het niet-grasgebied, zeg maar, tegen. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Nou, ik wil eventjes snel even kijken of ik iets nieuws kan equippen. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, ik kan Zeepie de survival vest geven, waardoor dat hij mug en locomotion kan leren. Ik geef Abby hier ook eventjes gelijk de locomotion, zodat hij ook, de survival vest, zodat hij die ook kan leren. En voor Zelda en Tauler doen we Optimize, zodat we dus zeg maar gelijk de beste stats mogelijk hebben. Omdat die hebben op dit moment geen nieuwe items die ze dus kunnen leren. Dus daar hebben ze de beste equipment aan. En dat kun je dus altijd doen op het moment dat je karakters niks meer nieuws kunnen leren. Nou, met dat gedaan te hebben komen we eindelijk weer terug in Contepetit. Contepetit. Rallyo! Dus de Sanctuary die staat aan de andere kant van het vallei. Ja, maar het einde wordt bewaakt door die gasten en die dwerg die laat ons niet erdoor. Oh ja, die tweelingdwergen die blokkeerden de weg bij de shop aan de rechterkant. Niemand kan er doorheen, hè. Weet je wel, we gaan kijken hoe ver dat we kunnen komen. Nou, dus laten we zelf even een babbeltje gaan maken om te laten zien hoe ernstig dat de situatie is. En misschien dat we er dan wel door mogen. Er zijn geen nieuwe items die we hier kunnen kopen, dus... Maar als ik me niet vergis, hebben wij voor Mogmat geen brief. Deuri. Dat had ik wel een brief voor hem zou hebben van Black Mage Village. Ik bedoel, Tabletown. Maar goed, laten we eens even met hem babbelen. Zeg, als we hier doorheen willen. Nooit. Alleen degene die zeg maar de ceremonie hebben gedaan, die mogen er voorbij. Oké, wat de hel is dat voor een ceremonie? Moet je tegen de holiness praten. En waar is zijn holigheid? Ik weet niet waar hij is. Nou, fijn dat jullie niet waar die is. Oké, dus we moeten de holy gast moeten we nou dus vinden. Nou, gelukkig weet ik waar dat hij te vinden is. Dus iedereen die zal nu dus zeg maar, daar kun je aan praten van weet je waar de holigheid is. En iedereen zegt van, ik weet niet waar die is. Maar volgens mij is dit de holy gast. Nee, ben jij niet de holy gast? Zit hier binnen dan, de holy gast. Ah, hier heb je de holy gast. Hey, meneer, ben jij de holy gast? Mijn naam is Frederik Davids. Oké, wat doe je eigenlijk serieus in deze gang? Een priester moet nogal wat zorgen hebben, snippie. Ja, het zal wel. We willen door het dorp heen. Serieus, traditie is echt zo te leuk, maar degene die de ceremonie doen, dan mogen doorgaan naar de sanctuary. Oké, nou, wat is dat voor een ceremonie waar jullie het over hebben? Nou, het is als een man en een vrouw samen met een heilige verbintenis worden gedaan. Dan mogen ze naar de sanctuary toe. Dus, het is een soort van trouwerij. En een trouwreisje. Ik ken jouw woorden niet, gastje. Maar ik denk dat je het wel snapt. Dus, we kunnen naar de sanctuary als we dus een ceremonie gaan doen. Oh, hoi Zelda. Dat moeten we doen. Dus, wat denk je? Laten we het doen! Wat?
Je wil dat doen, hè? Het is eigenlijk alleen maar voor dwergen, weet je wel. Maar weet je wel, we hebben bijna geen nieuwe jonge mensen meer gezien, dus... We zijn op 99 koppels ondertussen, dus ja, we waren er eigenlijk om aan nadenken. Maar we maken het uit, we kunnen nou onze 100ste ceremonie hebben. Zelda, waar ben je mee bezig? Krachten van de berg en krachten van het woud. Oh, hoe ben ik hier weer in terechtgekomen? Ik maak over deze man en vrouw als ze hun een reis beginnen. Oh, we moeten deze ceremonie doen om deze stad door te komen. En alleen een jongen en een meisje kunnen de ceremonie doen. Nou, wacht eventjes, Zelda. Dit is een flashback, by the way. Snap je niet? Dit is een trouwerij. Je weet wel, trouwerij. Nee, meen je dat nou? Maar we moeten het doen om verder te kunnen, of niet dan? Ja, maar vind je niet dat we meer redenen daarvoor nodig hebben? Oh, kom op! Waar denkt ze wel niet aan? Is ze misschien boos en dan dadelijk nee zeggen of zo? In ziekte en gezondheid. Natuurlijk proberen we alleen maar langs dit dorpje te komen. En in kracht die nu samen door de moeilijke maatschappij door zullen kringen. Kan het misschien zijn dat ze me leuk vindt? En als de wijsdom die ze volgen in het mes. Ik moet zeggen, ik bedoel, ik was behoorlijk diep in dat verhaal, ja, in de nacht in de Black Mage Village. Misschien is dat voor dat ze voor me gevallen is. Misschien. En de heiligheid van de hemel mag over deze man en vrouw komen. Zelda, we zijn nou man en vrouw. Tijd voor een kusje. Oeh. Een beetje spelen om het moeilijk te krijgen, of niet dan? Dus ja, Zelda en ik zijn getrouwd in dit dorpje. Nu gefeliciteerd, nu kunnen jullie verder met de ceremonie. Wacht, je bedoelt, er is nog meer? We moeten de traditie volgen, mijn gast. Oké, nou, in ieder geval, tijd om ons nieuw getrouwde mensen hun rondje te lopen, Zelda. Onthoud, we zijn alleen maar getrouwd in dit hier, wanneer dat we hier zijn. Ah, bliss is geen feeling. Zepi, wat moeten wij doen? Nou, proberen jullie soms onze trouwreis te verpesten of zo? Maar je kunt ons hier niet achterlaten. Maak je geen zorgen, ik denk wel aan iets. Waarom gaan jullie niet ook trouwen? Nou ja, als het nou inderdaad omdat Quenna die wordt neergezet als een mannelijk of vrouwelijk. Dat is namelijk de keuze voor de speler. En wij hebben gekozen voor de mannelijk. Dus nee, we gaan geen gay marriage doen. We zeggen gewoon, we gaan naar de Twins. En anders krijg je dus echt tot... Ja, de andere zo happy is. En echt dat ze daar zo staan van... Ja, krijg je eigenlijk precies hetzelfde. Dus laten we eens naar de tweelingen gaan. Dus kijken wat ze zeggen. Dus, als we dan even zeg maar weer de trap aflopen en weer richting de tweelingen gaan. Als het goed is, was dat deze kant op. Hey gasties, wij zijn de nieuwe mensen die getrouwd zijn. Zepi en Zelda, Zizi. Oh, dat is een happy fit. Dan gaan we naar Sanctuary, of niet dan? Waarom heb je nou een keer de stem van de Black Mage? Nee, sorry, je bent mijn benieuwd. Ja, maar het klopt wel, dus wil je ons nou doorlaten? Rallyo, natuurlijk. Je hebt wel een verder gereisd, oké? Nou, echt al die stemmetjes, daar word je moe van. Oké, dus we gaan gewoon weg. Laten we gaan, mijn schat. Dief! Huh? Mog, hurry, schiet op! Kapoe! Stop, dief, stop! Wat gebeurt hier? Ik heb geen idee, laten we eens een kijkje gaan nemen. Voordat we dat kijkje gaan nemen, kunnen we nou eindelijk hier boven de trap op. Ja, hier weg gaan. We kunnen niet verder. Leeft daar iemand buiten? Nee, natuurlijk niet, het is verboden. Hier zijn altijd voedsel en steam. Oh, echt? Nee, we gaan maar weer een diever rapporteren. Oh, hi jongens! Hey, jullie zijn er doorheen gegaan door de commotie. Ja. Ik denk dat we niet toch alles hadden over te gaan met de ceremonie. Ah, maar we hebben zulke leuke herinneringen eraan overgehouden. Ja, we vergeten het allemaal wanneer we gaan. Kom op, laten we verder gaan. Ja, lieverd.
Ach, het was alleen maar om hier door te komen. Maar als ik me niet vergis, kunnen we hier boven iets vinden? Het is een soort huisje. Oh, dat is hier gewoon. Oké. Okay. Oh ja, die werd ook geblokkeerd. Nou, maakt niet uit. Laten we eens even kijken waar die dief naartoe ging. Hey! Welkom bij de Mountain Path! Kupoepoe! Schiet op, Mog! We moeten hier weg voordat we gevangen worden! Serieus, waarom klink je als krokker? Terwijl ik probeer eigenlijk een imitatie te doen van wat me absoluut niet gaat lukken. Oh. Ik denk niet dat ze dit zitten kijken, maar dat maakt niet uit. Wat is er mis, Mok? Ik kan dit echt niet. Wacht! Laat me hier niet achter! Vast aan een tak. Ik ga een andere stem geven, jongens. Dit hou ik niet vol. Ik ben achtergelaten door mijn eigen mongol. Is dit hoe ik aan mijn einde ga komen? Mok, ik ga je even spoken als je me hier achterlaten laten. Ben ik aan het hallucineren? De scène heeft geen hoorn. Hij heeft een staart. Help! Alsjeblieft, eet me niet op. Ik smaak niet lekker. Het is de waarheid. Ik smaak heel vies. Je hebt het gehoord, Erwier. Ik zie het. Zo jammer. Maar die moegel die weg heeft gerend, heeft een rare kleur. Ik ga hem vinden en eten. Nee, niet doen! Gevangen! Nee, bedankt! Ben je in orde? Nee. Je hebt geen pijn? Ik zei toch dat ik oké was? Ik ben geen kind, weet je wel? Ik bedoel, was dat andere kindje in zwaar en blauw? Je ziet er niet ouder uit als ik. Wie heb je dit voor iets serieus? Ik heb een naam, weet je wel? En nou gaan we dus zeg maar de schaamte krijgen die ik dus krijg. Shawnee, dit is niet hartelijk bedoeld naar jou, maar ik kan niet echt jouw stem imiteren. En ja, het is eigenlijk zeg maar in de jongere versie en daarom ook weer een beetje een squeakstemmetje. Ik ken Shawnee echt niet imiteren. Dus Shawnee, mocht je dit aan het kijken zijn, mijn excuses. Ik hoop niet dat je dit beledigend vindt. Ik hoop dat je dit aan de komische spectrum kan vinden. Maar Shawnee, join the team. De naam is Shawnee. En moet jij je eigenlijk ook niet even voorstellen voordat je iets zegt tegen een mevrouw? Jij hebt je eigen volgens... Heb jij een probleem? Ik ben Zelda en dit is de Towler. Ja, en jij? Ik ben Zeepie. Zeepie, oké. Dus, mevrouw Shawnee. Waarom heb je voedsel gestolen van een dorpje? Ik had honger. Je klinkt net als Heavier. Hey, is hij echt achter die moegel gegaan? Oh nee, hij gaat moeg eten! Nee, ik denk niet dat hij hier een moegel zou eten. Woon je hier dichtbij, Shawnee? Ja, ik woon achter het pad hier. Ik weet zeker dat Mok ergens naar huis is gegaan. Waarom brengen we hier nou niet naar huis? Ja, alles voor mijn liefdevolle vrouw. Zijn jullie twee getrouwd? Ja, we zijn net getrouwd. Nee, we zijn mijn vrienden. Nou, ik denk dat dat beter is als niks. Ik wil ook jouw vriendje zijn. Oké, dan laten we naar onze nieuwe vriend huis gaan. Een kijkje nemen, waarom ook niet. Dus, Shawnee joint the team. Nou, laten we gelijk al eventjes gaan kijken bij de equipment van onze Shawnee. We hebben dus nu 3 mages bij ons en 1 warrior. Zij begint met autoregen, Cura en Life. Dus dat is zeker handig. Zij is ook een white mage. Ik wil haar wel eventjes een ander hoedje geven. Protect is altijd heel erg handig om die ook te leren. Antibody is handig. Cure zullen we ook mee beginnen. En we zien of hier dus zeg maar een summon tussen zit. Genaamd Fenrir. Whatever that is. Dus ja, we kijken ook eventjes gelijk eventjes naar de abilities die we haar kunnen geven. Autoregen is altijd handig. High tide voor een extra grote trance. Maar ja, ik hoef niet een extra trance. Ik heb liever antibody, zodat ze niet vergiftigd kan worden. Oké, nou, er zijn hier heel erg veel kistjes die we kunnen vinden. En daar gaan we nou ook eventjes meteen mee beginnen. Dus eventjes hier even de kistjes pakken die we dus tegen kunnen komen. Oké, het eerste kistje waar we tegenkomen, daar vinden we een gratis tent. Altijd handig om die mee te vinden. En hier hebben we dus zeg maar verschillende stambeelden die stenen bij zich dragen. Dit is toevallig een redstone.
Nou, die willen we dus zeker hebben. Er zijn 4 verschillende stenen die we kunnen vinden. En die willen we ook echt vinden, want dat zijn de enigste namelijk in het spel. Die een heel sterk item kunnen maken. Nou, het lijkt dat je hier omhoog kan klimmen, maar helaas kan dat niet. Zonde. Maar goed, als we hier dus zeg maar verder lopen, dan kunnen wij, ik geloof, hier de boomstam op. Kunnen we hier de boomstam op? Ja, toch? Ik weet zeker dat je... Random encounter! Waarom ook niet? We hebben hier een nieuwe vijand, namelijk een grote goblin. Lijkt op een grote goblin. Hij maakt een wolfgeluid. Hoe heet dat beest? Dit beest is de gnol. In plaats van een troll, een gnol. En ja, laten we eens heel even... Ja, trouwens. Val maar gewoon aan. Ik bedoel, er is weinig wat we kunnen doen. En ja, de summon die kost nogal veel. En waarom wil je gelijk Shawnee aanvallen? Laat Shawnee met rust. Nou ja, ze kan in ieder geval vliegen. Soort van. Is goed zo, Shawnee. Je doet het hartstikke goed. Ze heeft nog ervaring nodig. Oké, okay, nou, doe jij nog maar een keer Fyra. Of zijn we klaar? We zijn al klaar. Dat is alleen maar fijn om te weten. Dus ja, we hebben nou weer een nieuw teammember. Dat maakt ons op 7 teammembers. Want vergeet niet, we hebben Leroy, Wilma, Bee en Abby hier ook natuurlijk nog. Dus ja, en ik weet ook zeker dat we hier naar beneden konden. Ah, weer een random encounter, verdurie. Dit is ook weer eigenlijk een nieuwe vijand. Die kan nogal gevaarlijk zijn, dus daar wil ik zeker op aanvallen. En hey, we hebben een trans, dus laten we nou maar dat trans gebruiken. Dan kunnen we Shawnee gelijk even gebruiken om iedereen te laten healen. En dit beest is zwak tegen vuur. Dit beest komt eigenlijk best wel vaak voor in andere Final Fantasy series. Dus laten we gelijk even Judgment Bolt gebruiken. Ik denk niet dat Thunder eigenlijk effectief is. Maar het is de enige Edoion die we op dit moment hebben. Dus might as well. 2200 schade zeg, zo! Zelda is on a roll! We hebben de 2000 mark gehaald! Wel met een trans daarentegen, maar dat maakt niet uit! Holy shnikes! Dat mag je nog een keer doen als je wil. Nou ja, het is al verslagen, dus het is niet nodig. Maar dat was dus ook weer een enorm sterk beest. Nou, ondertussen krijgen we toch weer een beetje AP erbij. Wat Shawnee zeker nodig gaat hebben om dus zeg maar al die nieuwe dingen te leren. En ik snap niet waarom dat ik hier niet naar beneden mag. Ik bedoel, het ziet er toch zo uit. Nou ja, we gaan wel hier onderdoor dan. Of niet. Oké, nou dat gevecht heeft een beetje de MP opgefroten van Zelda. Dus laten we maar heel eventjes een item gebruiken voor onze Zelda. Zodat ze weer eventjes een beetje MP heeft. En hoe ver is ondertussen Zeep wel niet met zijn Gladius? Oké, die heeft nog maar 7 AP nodig, dus daar zijn we bijna. Goed, dus ons doel is eigenlijk dus nou om hier... Hey! Stillskin, de Magic Tag, Tent en Ether. Magic Tag is een nieuw ding, maar sowieso een Ether. Die kunnen we verkopen voor 1000, maar omdat het MP is, willen we dit zeker doen. Dus de Magic Tag, zal ik even laten zien wat hij doet. Dus met dit geld kunnen we dus zeg maar verder met de journey. Dat komen we hem vaker tegen. Maar we hebben dus nou een Magic Tag, dus ik ga heel eventjes hem gelijk weer even op auto zetten. Magic Tag, die zorgt ervoor tot zombie status geheeld kan worden. Zombie status zorgt ervoor dat jij niet meer je eigen kan healen. Alles wat op heal items werkt, geeft je in plaats van healing schade. Dus alles wat healt geeft is schade. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Nou, ondertussen hebben we hier ook onze Moogle. En dat is Susanna. En daar hebben we een briefje voor. Dankjewel voor het briefje te brengen. Mocht wat. Oké, nou even kijken. Het is 6 maanden geleden sinds dat ik het daar ben in Condabaté. Het voedsel hier is geweldig en de mensen zijn heel erg lief. Maar, het enige waar ik niet aan kan wennen is dat Rally-O. Ik blijf zeggen Rally-Kupo. Nou, het ruimt. En het klinkt nogal moeilijk inderdaad. Oké, wil jij ook weer een briefje sturen? Nee, jij wilt een brief, maar die heb je net gegeven. Maar goed, met dat wil ik het laten bij deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken of we de stenen bij elkaar kunnen vinden. En of we dus zeg maar bij Shawnee's huis kunnen komen. Dus met dat gezegd hebben, dank ik jullie voor het kijken. En hoop jullie allemaal te zien natuurlijk bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Dit was Zelda Play 20 en tot morgen. Doei! Yeah.